Mijn naam is Jurien Hamer, ik werk bij het Ratenaar Instituut en ik ga op de Border Sessions een presentatie geven over digitalisering en mensenrechten. Want door digitalisering zou het best kunnen zijn dat bepaalde mensenrechten onder druk komen te staan. Vind je het bijvoorbeeld prettig dat ouderen in verzorgingstehuizen meer verzorgd worden door robots dan door mensen? En vind je het prettig dat je kinderen op kinderdagverblijven meer verzorgd worden door robots dan door mensen? Dat soort van voorbeelden doen ons denken hoe we in het digitale tijdperk onze eigen rechten eigenlijk nog kunnen waarborgen. En of we niet ook nieuwe rechten nodig hebben. En die bal wil ik bij het publiek leggen. Want welke rechten denk jij dat je in het digitale tijdperk nodig hebt?